Dag dames en heren, welkom bij Real Dops and Stories. Het is vandaag de laatste dag dat ik hier in mijn kantoortje ben. Um, ja, het wordt gewoon te duur. Het is gewoon niet normaal. <laughs> uh, elke maand ben ik ongeveer 800 euro kwijt geweest om dit te huren. Om de mensen te, ja, en ik betaal alles vanuit mezelf. Nu gaat het met 100 euro omhoog, dus zeg ik ja, nu is genoeg. Nu ga ik gewoon bij mensen lekker thuis komen... Ik ben iedereen dankbaar die bij mij in de podcast is geweest om zijn verhaal te vertellen. Ja, mijn doel was gewoon elke week een geadopteerde bij mij in de podcast. Dat is helaas niet mogelijk, want geadopteerden zijn niet zo. Oké, okay, laat ik maar even mijn verhaal vertellen. Ik heb ook wat mensen gehad in de podcast. Daar ben ik gewoon. We hebben gewoon een verhaal verteld en achteraf zeggen ze: ja, ik ben er toch niet klaar voor. Het is toch een beetje een opwelling van... ik wil zo graag een podcast doen, maar... niet erbij stilstaan dat je... zelf nog bezig bent met je proces. Dus ja, dan cancelen we het. Ja. Het is ook wel een beetje jammer natuurlijk. Want dan denk ik yes! Weer iemand. En dan... Uh, ja. Ja, moeten we maar gewoon mee accepteren, mee dealen. Um, 183 volgers op... even kijken, op YouTube... Nou, toch wel wat mensen. En als ik bijvoorbeeld een bij Reel neerzet op Facebook, zie ik 400 mensen die volgen. Dus dat vind ik dan wel jammer, dat ook geadopteerde en andere mensen niet even een linkje geven. Of een ik volg op YouTube, weet je. Zodat er meer mensen, ja, meer geadopteerden. Dat is mijn doel gewoon, om veel mogelijk geadopteerden te bereiken. Um, totaal is mijn kanaal in, sinds vorig jaar 112.000 keer bekeken. Dat vind ik best wel wat. Alleen helaas zijn er nog steeds geadopteerden die uh, te maken hebben met zelfmoord. En ook kom kom er wel eens weer een berichtje tegen. Denk, ey, ja weer een geadopteerde. Wat, is het misschien, misschien ziek of zo? Of ernstige ziekte? Of misschien toch zelfmoord? Omdat je jezelf niet hebt kunnen vinden in, je, ja, in Nederland. Of in je eigen land. Of dat je niet geaccepteerd wordt. Dat je toch het bijtje beetje bent. Um, ...ja, we hebben allemaal wat trauma's. Dus, ja... ...ik vind het gewoon mooi hoe de meeste mensen hier gewoon... hun verhaal hebben verteld... ...met heel veel emoties. Dus ik had hier heel veel tissues... Hier, ...zijn er al doorheen gegaan. Dus ja... ...ik ga nu gewoon bij mensen lekker thuis... Uh, ...podcasten. Ik neem gewoon mijn spullen mee, lekker daarheen. Dan kost het mij ook niks meer. Ik heb deze poster ook op mijn auto gezet. zodat we toch een beetje reclame maken. Ik ga er binnenkort toch wat meer teksten bij doen, toch wat extremer. Maar een heel de stories geen idee wat het inhoudt. Misschien is het wel een hond. Ja, weet jij het. Die geadopteerd wordt of een kat. Dus dan ga ik er ook neerzetten van um, ja, de onderwerpen die ge geadopteerden uit andere landen hebben meegemaakt, seksueel misbruik. ...discriminatie... Uh, ...geen identiteit... ...illegale adoptie... ...daar gaan mensen denken... ...wow... ...ja, dan is er meer een beetje... ...die factorpunten waarvan... Dat, ...dat ze naar me toe... Uh, ...dat ze dan nou gewoon naar mijn kanaal komen... ...dus ja, ik probeer er zeker nog wel wat van te maken... ...en uh, ja, komende maand... ...ook nog iemand uit Libanon... ...nou, zoals je hier ziet heb ik iemand uit Haiti... ...Sri Lanka... ...China... Korea, Brazilië, Colombia, Indonesië, Ethiopië, India, Zuid-Afrika. Middenkort dan iemand uit Libanon. Ja, ik vind het zo mooi dat uh, zoveel mensen gewoon uh, je verhaal hebben verteld. Zoveel verschillende landen. Het liefst heb ik gewoon elke dag aan andere. <laughs> dus mocht je echt openstaan, laat het alsjeblieft even weten. Dan uh, kunnen we kijken of we een afspraak kunnen maken dat ook jouw verhaal verteld kan worden zodat iemand zich anders zich erin kan vinden of misschien hulp gaat zoeken. Gelukkig hebben we echt heb ik ook heel veel professionals gehad, dat is zoals Hartini, Bina de Boer, um, ja Lisa, Inning en ja nog veel meer anderen. Palika, en ook wat. Het is ook mooi dat iedereen wat betekent voor elkaar, weet je wel dat. Dat er ook hele grote groepen ontstaan um, ja, van het eigen land, zeg maar. Haiti heeft zijn eigen community. China heeft zijn eigen community. Colombia heeft zijn eigen community. Indonesië. En ja, toch, toch uh, laatst was er ook een hele mooie documentaire van Tim. Die vond ik ook heel mooi uh, geadapteerd uit Indonesië. Heel erg gebroken ook. Trauma's. Waardoor je emoties, het lijkt echt alsof je emoties gewoon uitgeschakeld worden van ik kan niet nog meer pijn ervaren. Dus je moet echt beseffen dat elke geadopteerde z'n vrouw, of elke, elke geadopteerde is gewoon een strijder. Je zet gewoon door, hoe moeilijk het ook is. En helaas zijn er toch mensen die het niet meer aankunnen. En dan, uh, zo plegen. En uh, als je daarmee kampt, ja, bel 113 en 3. Of uh, probeer gewoon de professionals binnen adoptie cirkel te uh, benaderen om ja, ja, te kijken wat ze, kunnen voor, wat ze voor je kunnen betekenen. Misschien doorsturen. En... Uh, ja, ik heb mijn vrouw in het begin ook verteld. Ze is ook best wel veel uh, bekeken. Af en toe mensen vragen mensen... Jullie, hebben, jullie, hebben jullie een vrouw als verteld? Ja, ja, ja ik heb ik mijn vrouw verteld. Anders begin ik zoiets niet. En... Ja, ik zit er ook wel aan te denken om een beetje... Ja, een beetje mensen uit het buitenland uh, misschien te podcasten. Er zitten ook wat Colombianen bijvoorbeeld in Denemarken. Ja, zeg mega ver. Maar die hebben laatst ook contact opgenomen. En ik, wat? Zo vet. Dus mijn bereik is toch wel uh, een beetje ver. Zo vet. En um, ja. Hopelijk komt er ooit een organisatie of iets dat we met z'n allen bij elkaar komen. Dus al die landen bij elkaar. Weet je, als ze dat nou een keer kunnen organiseren, dan, dan kom je gewoon zien hoeveel geadopteerden er bij elkaar staan. En ja, dan kan je gewoon uh, verhalen delen, feesten, elkaars cultuur even snijven, weet je. Want de Colombiaanse is natuurlijk anders dan die van Haiti, of vanuit India, of van China, weet je Dus ja, gelukkig zijn er wel wat events. Maar het is niet dat je echt een paar duizend mensen bij elkaar kan halen. Als ze alle touw bij elkaar, weet je, alle, alle touwen bij elkaar aantrekken, aanspannen, dan moet het toch echt een keer lukken. Ik heb echt een jaar lang heb ik alles geprobeerd mijn, ja, om zoveel mogelijk uh, ja, te kunnen bereiken, wat ik heb kunnen bereiken. Dit ben ik wel tevreden, maar voor mij had het wel meegekund. Hè? voor mij had ik echt gewoon gehoopt op minimaal duizend volgers, weet je, elke dwaas die tegenwoordig wordt zet heeft duizend volgers. Maar om zoiets te behalen ga ik natuurlijk binnenkort ook naar TikTok. Ja, zitten zo verschrikkelijk veel mensen, ook heel veel racisten en uh, dingen, maar dat maakt niet uit. Ik zet mijn, uh... ik ga er gewoon door natuurlijk, hè. Ik ga adoptie gewoon weer op de kaart zetten, gewoon word maar gek van ons. Maar ons verhaal moet gewoon gedeeld worden. En ik denk dat de juiste mensen die ook bijvoorbeeld bij wijze van spreken seksueel misbruik zijn, die gaan het ook volgen, of een trauma hebben, die gaan het ook volgen. Dus daar ga ik me nu vooral focussen. En uiteindelijk hoop ik dan dat ze ook gaan kijken op YouTube. Dus binnenkort ben ik op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pomido, Spotify, als ik niet al gezegd had. <laughs> dus ja. Nou, uh, ja, tot zover. Ik wil iedereen bedanken. En zet je vooral in en like het en deel mijn pagina, zoveel mogelijk. En dat is mijn doel gewoon. Dat mensen gewoon mijn pagina gaan kijken. Oh ja, en niet te vergeten. 6 november, half tien, MPO1, Carla. Ja, ah, dit wordt echt een hele emotionele aflevering, ga ik vanuit. Is ook hier geweest. En Appa. Uh, het is uh, geadapteerd uit Zuid-Korea. Um, ja, wordt niet helemaal geaccepteerd dan in de community. Of dat nu tegenwoordig zo is of niet, ik heb geen idee. Maar vroeger was het echt een beetje, jij bent appa en ik ben Zuid-Koreaan, dus we horen niet bij elkaar. Ik probeer niet uh, de Zuid-Koreanen allemaal negatief daglicht te zetten, maar het is er wel geweest. En als dat zo is, dan is het echt een grote schande dat er is. Je bent geadopteerd, je bent allemaal één. Maakt niet uit of je net even een andere vader hebt dan een ja, dan, dan Zuid-Koreaan. Snap je? Dus um, nou, laten we hopen dat het echt niet, uh, die racisme, überhaupt in de adoptiewereld helemaal niet voorkomt. Um, ja, sommige mensen die uh, gunnen een ander gewoon niet tot succes of om andere mensen te helpen. Ik heb ook wel eens iemand gehad. Ja, je mag me eerst betalen. Dan kom ik. Uh, dan mag ik bij, ik kom ik bij jou in de podcast. En negatief praten over andere mensen. Dan denk ik echt: wie ben jij? Ben je helemaal gek geworden, hè? Dus ja, helaas zitten die geadopteerden er ook in. En uh, ja. Het is gewoon vervelend. We zijn allemaal één. We moeten met z'n allen, allen. Ja, de, de overheid doet niks. Dus moeten wij het maar zelf gaan doen. Vandaar al die professionals. Dus ja. En ga je sowieso niet meer voelen dan een ander, want je bent niet meer. Je bent geadopteerd, daar heb je niet voor gekozen. En ja, je probeert gelukkig anderen te helpen. Dus uh... Yes. Dankjewel, dames en heren. Rio Stories vanuit het kantoor. See you next time. Oh ja, en niet vergeten, nogmaals, nogmaals, nogmaals. 6 november, half tien, je 1, spoorloos. Carla.